Ja, goedemiddag. Het was vanmorgen zover. Het is niemand ontgaan natuurlijk. De eerste prik in de arm van verpleegkundige Sanna. Ze kreeg meteen daarna applaus van Hugo de Jonge. Ik hoop niet dat dat een van de bijwerkingen is, want dan zal de vaccinatiebereidheid heel snel inzakken. Ik vond alle aandacht voor Sanna eigenlijk vooral een beetje sneu voor de mevrouw die haar de prik gaf. Want dat is ook een verpleegkundige en die is dus nog niet gevaccineerd, maar staat intussen wel gewoon haar werk te doen. Eigenlijk had de dag moeten beginnen met die mevrouw die in de stoel ging zitten, een doos vaccins opentrok, met haar tanden het dopje ervan afdraaide en in een hoek spuugde, de spuit in haar eigen bovenarm planten en vervolgens tegen alle bobo's die er zonder mondkapje stonden toe te kijken zei: kijk, zo moeilijk is het niet. Roepen jullie Sanna even binnen? Maar goed, op dat detail na was het een historisch moment. En het was vooral tot het laatst natuurlijk spannend wie de eerste prik zou krijgen. Bejaarden, verpleegkundigen, IC-artsen, leraren, politieagenten, boa's, barmannen, nagelstylisten. Ze wilden allemaal dolgraag de eerste zijn. De discussie over de volgorde zal nog wel even voortduren, ben ik bang. Misschien moet het kabinet gewoon besluiten dat we gaan loten, net als bij de IC-bedden. 17 miljoen briefjes in een hele grote glazen bol en dan één voor één trekken. Of loten per postcode, dat Gaston met een vrachtwagen vol vaccins toeterend je straat binnenkomt en dat je dan het vaccin alleen krijgt als je geen loten hebt in de postcode-loterij. Want dan heb je vorig jaar waarschijnlijk ook al een sleutelhanger of een paasbrood gewonnen. En het is ook wel eens fijn als die postcode-chantage een keer niet wordt beloond. Of, wat ik zelf wel charmant zou vinden, we prikken op basis van omgekeerd privilege. Dus we beginnen met de mensen die op basis van achternaam, huidskleur, postcode of opleiding normaal gesproken altijd al overal achteraan staan. En we doen de witte mannen van middelbare leeftijd die iets onbegrijpelijks in advies doen, maar daar wel hele dikke facturen voor sturen, helemaal als laatste. Het begin van het einde van deze crisis is begonnen, twitterde Hugo de Jonge, die van elk simpel hoera nog een onbegrijpelijke zin kan maken. Maar goed, eerlijk is eerlijk, er was heel veel kritiek. Mensen die vonden dat het veel te lang duurde, dat we het traagste jongetje van de klas zijn, dat ze in de rest van Europa al bijwerkingen hebben terwijl wij nog geprikt moeten worden. Maar eigenlijk ging dit natuurlijk hartstikke snel. Het virus werd een jaar geleden ontdekt, het vaccin was in november klaar en toen begon een indrukwekkend rondje spoedpolderen. Ik heb geprobeerd het even samen te vatten. De opdracht tot vaccineren is door het ministerie van VWS uitgezet bij de 25 verschillende de GGD'en die we hebben, na goedkeuring van het Europees Medicijnagentschap en het College Beoordeling Geneesmiddelen en op advies van de Gezondheidsraad, maar in een iets andere volgorde, na bemoeienis van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Dit alles is uitgebreid besproken in het OMT, dat weer een samenkomst is van het Nederlands Huisartsengenootschap, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding, niet te verwarren met de Landelijke Coördinatie Infectie die ziektebestrijding. De procedure staat uiteraard onder officieel toezicht van de autoriteit persoonsgegevens en de zorgautoriteit, maar wordt intussen ook nauwlettend gemonitord door het LAREP, het zorgnetwerk, het IVM, de wetenschappelijke adviesraad coronagedragsunit en de patiëntenfederatie. En dan is er nog ongevraagd advies van het REDteam en de landelijke vereniging Maurice de Hond. Met excuses natuurlijk voor alle instanties, autoriteiten, beroepsverenigingen, belangenclubs en genootschappen die ik vergeten ben. Want laten we niet vergeten dat deze prik een teamprestatie is. Of eigenlijk een teamsprestatie, gezien het aantal vergaderingen dat eraan vooraf is gegaan. En het werk houdt hier natuurlijk nog niet op, want de verslaglegging van al die vergaderingen moet ook nog worden zwartgelakt voor eventuele Kamervragen in de toekomst. Chapeau dus voor deze razendsnelle procedure. Normaal gesproken was voor een project van deze omvang zeker nog eerst een adviescommissie aangesteld en een taskforce opgericht. Bovendien is de vraag wanneer die eerste prik gezet is natuurlijk helemaal niet het allerbelangrijkst. Vorige week, deze week, kan mij het schelen. Wat ik dolgraag van Hugo de Jonge zou willen weten, is of er al een datum is voor de allerlaatste prik. Want dan is het einde van het begin van het einde pas echt begonnen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.